Jullie moeten allemaal daar naartoe lopen. Oh. Alleen je doet een eigen vochtstalling, een eigen stalplein, eigen ingang, eigen kantine, eigen kluisjes, eigen lokaal. Omdat we willen dat je eerst even bent aan de middelbare school, waar je ook komt. Dus vandaag gaan jullie een beetje meemaken hoe wij werken. Dus je krijgt les van leerkrachten die hier lesgeven. En ik zou je zeker aanraden om veel scholen te gaan bezoeken, want het is best een mooie keuze die je gaat maken. Ben je al eens geweest, Summer? Nienke, ben jij al eens geweest? Ja. En weet je ook waar? Geen zin in de zomer of geen zin in de winter? In de zomer. Mooi is daar, hè? Hoe vind je het hier op school? Ik vind het hier erg leuk. Ik heb een hele leuke klas. En de vakken vind ik ook heel leuk. Ik vind het heel leuk omdat heel veel mensen heel veel passie voor die geen vak hebben. Dus als je veel passie hebt, dan vind je dat vak heel leuk. En dan kan je dat heel goed uitleggen. Wat is je favoriete vak? Ik denk Frans. Waarom? Ik ben er goed in, dat is ook wel fijn. Ja. En ik vind de les heel leuk omdat je veel verschillende dingen doet. Stopt het liedje, dan stop je bij iemand. Dan heb je dit blaadje bij. Dan ga je wat we net geoefend hebben, ga je met iemand doen. Dan zeg je tuta ben, come on. Dan zegt die andere, je ma ben, hein? Wiskunde heb je hier. Hoe vind je dat? Verschil? Heel groot verschil. Ik vind het veel moeilijker. En je moet er veel voor leren. Dus, zeg maar, en je moet heel de som opschrijven. Niet A is 3 of zo, wat je op de basisschool moet doen. Maar je moet je echt helemaal heel de som opschrijven dan het antwoord. Dat is heel veel schrijfwerk. In de basisschool krijg je alle vakken gewoon met 1 docent en toetsen die worden gewoon afgenomen op een blaadje of op de computer. En hier is het gewoon echt, een toets duurt gewoon 80 minuten of 40 minuten. En je hebt gewoon, je moet elke keer naar een ander lokaal en heel veel boeken meesjouwen. Ben je? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Très bien. Je m'appelle. Une amie. Une amie. Tu t'appelles comment? Stel voor dat iemand van de basisschool komt en die komt hier en binnen een paar weken wordt ontdekt dat hij bijvoorbeeld nogal dyslectisch is. Nou, dan gaat dat via het zorgteam en dan wordt dat besproken in het zorgteam en dan wordt er vanuit het zorgteam gezegd van nou we gaan dit inzetten of dat inzetten. Dus dat gaat via het zorgteam. Dus de mentor die geeft aan van hey, ik zie bepaalde dingen. We hebben sowieso met dyslexie hebben we dat we zeg maar in het vak Nederlands hebben ze diagnostische toetsen en dan wordt er gekeken van waar vallen ze op uit. En als dat op spelling en of lezen is, dan komen ze in een traject en dan wordt er naar gekeken. Maar stel dat er iets anders is, dat kan natuurlijk ook, dan wordt dat via het zorgteam gedaan. En dan via het zorgteam wordt er gezegd en overlegd met ouders natuurlijk, want dat is het allerbelangrijkste dat het via ouders gaat. Wat we kunnen doen, wat we als school kunnen doen, wat thuis kan gebeuren en dat we zo samen ervoor zorgen dat het goed gaat met een kind. En als het goed is, heeft geen voor jou dus het staafje met het rode ringetje, dat is de kleinste vergroting die je kan doen met een microscoop, voorgedraaid. Zowel de staljongen als de schoonmaakster en de kok hebben een eigen kamer in het landhuis om in te overnachten. Hoe lang werkt u al op het Melanchthon? 41 jaar. Welke activiteiten heeft het Melanchthon naar schooltijd? Heel veel activiteiten. Ik heb zelf altijd heel veel met theater gedaan. Dus dat is altijd heel erg leuk. Maar er wordt ook heel op sportgebied veel gedaan. Ja, nu stop. Kunt u goed omgaan met het pubergedrag van sommige leerlingen? Ja, maar dat is altijd al. Je moet van leerlingen houden als je het onderwijs ingaat. En er zullen altijd wel eens dingen gebeuren die je denkt van nou die moeten even gecorrigeerd worden. Maar in al die jaren dat ik hier zit, kan ik echt niet zeggen dat het minder wordt of dat het niet minder leuk is. Leerlingen blijven onveranderd leuk, ook al doen ze af en toe wel eens iets wat niet mag, maar dat heb ik vroeger ook wel eens gedaan. En dat is geen probleem. Middag,
helemaal mee eens. Waarom zou u het Melanchthon aanraden? Omdat het een school is waar iedereen mag zijn wie die is. Je hoeft geen toneelstukje op te voeren. Je hoeft niet net te doen alsof je heel belangrijk bent. Er is heel weinig onvrede hier. Er wordt bijna niet gepest of zoiets. De omgang met de docenten is over het algemeen heel vriendschappelijk. Zonder dat, terwijl ze wel de baas zijn natuurlijk. En ze zeggen je moet gewoon meneer en mevrouw en u zeggen. Maar ze zijn absoluut goed benaderbaar. Ze zijn altijd bereid je te helpen. En ze willen graag jou verder helpen op je levenspad. Ik bedoel, je moet niet alleen een diploma halen, maar je moet ook nog eens een keertje een mens worden die in de maatschappij goed kan functioneren. En daar helpen we bij. En daarom zou ik dat aanbevelen. Twee van mijn kinderen hebben hier ook gezeten trouwens. Brit, mag ik dat vragen? Ja. Zijn ze hier streng over met de mobieltjes? Een beetje. Ja? Wat zijn de regels? Eigenlijk in je kluisje. In je kluisje? Ja. Maar de meeste hebben gewoon in mijn voedsel. Hier is een mugje, de poten. Hele mug. Ja, hele mug. Ja, okay. Het is heel leuk om te zien. Werk je op het Melanchthon met laptops? Ja, wij werken natuurlijk met laptops. Maar we willen ook dat leerlingen ook dingen op kunnen schrijven. Dat je niet alles alleen maar met laptops doet. Want dan word je een beetje gehandicapt. Je moet ook leren schrijven. Je moet ook leren... Het leren gaat vaak het beste als je dingen ook op papier zet. Dan kan je het beste onthouden. Dus het is en-en, niet of-of. Wij zijn erop tegen om alleen maar laptops te doen of zo. Maar we hebben wel allemaal smartboards enzovoort. Er wordt wel heel modern gewerkt. Maar ook nog met ouderwetse middelen. Een beetje een combinatie van dingen. Ja, dat klopt dat je een beetje een verbeelding maakt bij misschien wel een verhaal. Klopt. En nog meer voorbeelden, weten jullie dat? De sterkste man van het land. Er was eens een sterke man. De sterkste van het land. Hij reisde met het circus mee. En hij had een gouden tand. Je moet je voorstellen terug in de tijd. 3200 jaar geleden. En daar op bezoek gaan. Zelfs nu is het nog een prachtig gebouw. Zeker als het zou zijn zoals het hier was. In volle eer en glorie. Maar helaas, ja, door de jaren heen zijn allerlei dingen afgebroken. Kunnen mensen niet uitleggen? Dat maakt helemaal niet uit. Kunnen mensen niet uitleggen? Bas! Kijk. Zo'n koker. Alleen of nou ik daar even willen wonen, dat gaat me op. Dat is mooi. Hij is nog steeds.